stijgerhouttrend, het feit dat dat een trend was, dat is niet de reden dat we daarvoor gekozen hebben. De reden is dat het zo mooi afsteekt om iets heel robuust te hebben aan de ene kant en iets heel straks aan de andere kant. Dat is de reden dat we daarvoor gekozen hebben. Dirk, die is dus echt ontwerper van huis uit. Maar die is eigenlijk, zijn expertisegebied ligt eigenlijk op een heel ander vlak. Ja, en op een gegeven moment, wat was de aanleiding? Een collega van hem die was jarig en die wilde een feest geven op hun bedrijfsterras, maar daar stonden helemaal geen meubels. Ja, en wat je ook wel merkt, is hoe meer we nu ook met projectinrichters en zo aan het werk zijn. Die hebben heel veel leveranciers voor binnenmeubels. En wat zij ook vaak direct zeggen is van, oh ja, dat is ook wel leuk, want nu kan ik ook eens wat voor buiten laten zien. Ja. Waar we echt op aan het focussen zijn, dat is echt de projectenmarkt. Hè? Dus en wat strakjes gewoon echt weer gaat komen, dat zijn de horecaterrassen, de bedrijfsterrassen, de zorgcentra, kantoren. We hebben net bijvoorbeeld een heel gaaf project gedaan bij een energieleverancier in Rotterdam. We maken dat per stuk. We maken eigenlijk alles per stuk. Ja, ja, we doen heel veel op maat. Ik kan het je wel even laten zien, hiernaast is onze werkplaats. En daar maken we alles. Ja, op kleur. Ja, er zitten een aantal lagen in. Eerst een soort stuklaag, want in schuim heb je natuurlijk bellen. Dus dat moet je afvlakken. En dan gaat er een dikke elastische laag over. En dat sluit het eigenlijk af, hè. Dat is wat het stevigheid geeft. En daarna gaat er een kleurlaag overheen. En dat kun je in iedere ralkleur spuiten. En dat is hartstikke leuk natuurlijk. Want het idee achter het ontwerp is dat je heel robuust hout combineert met iets heel straks. Je kunt het buiten laten liggen in de regen. Ja. Je haalt er een trekkertje over en je kunt erop zitten. Ja. Als het vies is, haal je er een doekje over, een sopje over en het is schoon. Het is heel hygiënisch. Dat maakt het ook voor de zorg bijvoorbeeld heel geschikt. Ja. En het is mooi. Het gaat sfeerbeelden sturen, hè? Bijvoorbeeld van een hotellobby in vier verschillende sferen. En dan ziet een hotelbaas ziet dat en zegt, joh, moet er een nieuw hotel inrichten en dat is een sfeer die ik leuk vind. Dus dan gaan ze jou bellen en zeggen ze, joh, kijk eens naar mijn hotel, dat is een sfeer die ik leuk vind. Ja. Kun je dat vertalen naar mijn hotel? Ja, ja, absoluut. Dat is één pad. En het andere pad is dat ze zegt, ik heb niet een hele hotelinrichting nodig, maar ik heb wel, weet ik veel, die eettafelstoelen vind ik leuk en die heb ik nodig. En dan gaat hij direct naar de leverancier van die eettafelstoelen. Dat is de bedoeling. Dat zijn de twee dingen, ja. Ja, ik vind het een leuk concept inderdaad.